Er zijn paarden en paarden. Een boerenpaard, zult u zeggen, is alleen voor het zware werk en kan nooit geschikt zijn voor een carrière bij de rennen of in het circus. De drie zusjes Liebes uit Middelstum in Groningen bewijzen u het tegendeel. Want zij zijn erin geslaagd drie werkpaarden van de boerderij van hun vader in vrije dressuur heel wat kunstjes te leren. Na het werk wordt er op een speciaal gereserveerd stukje land druk geoefend door paarden en berijdsters. Er is een halfbloed Arabier bij, Histara, die een echte zoetekauw is en die een suikerklontje van Dini weet te waarderen. De zwart-bonte Marianne, die door de bevolking het bonte wonderpaard Quibus wordt genoemd, is een echte showgirl. Een hoogstandje is voor haar kinderspel. En wat zegt u van dit gemotoriseerde verkeer onder Marianne door? Ze weet ook precies hoe oud ze is. 6 jaar. Het blijkt dat deze paarden ook het huiselijk verkeer hoogelijk op prijs stellen. Af en toe verschijnen ze in huis en ze hebben er trappen lopen voor over om zich in de kelder te goed te doen. Of ze komen een graantje meepikken aan tafel, zoals Histara, die van gezelligheid houdt en graag bij de familie Liebes in de huiskamer vertoeft. Lui weggezakt in haar krakende stoel, de staart over de leuning gedrapeerd, neemt ze deel aan de conversatie. Het is een paardenmoppige situatie daar in Middelstum. Marianne komt zelfs in de slaapkamer van haar meesteres een goede nacht wensen. En dat is dus echt... Een nacht, Mary. Een goede nacht, Mary.